In de gemeente Asten was de opkomst voor de Europese parlementsverkiezingen 47%. Dat is iets hoger dan het landelijke opkomstpercentage van 46,8%. Sirius TV maakt een rondje langs de stembureaus. Burgemeester Anke van Exel, u heeft in het oog gestemd voor de Europese verkiezingen. Waarom is het zo belangrijk om vandaag te stemmen? Omdat we natuurlijk onderdeel zijn van Europa. En dat vergeten we soms wel eens. Maar heel veel belangrijke beslissingen worden gewoon in Europa genomen. En één keer in de 5 jaar mogen we dan voor Europa gaan stemmen. En dat is vandaag een donderdag. Ook een unicum trouwens. Want normaal hebben we altijd verkiezingen op woensdag. En nu een keer op donderdag. Ja. Ja, normaal is eigenlijk zijn de stemmen voor Nederland best wel grote opkomst. Maar voor Europese zie je toch dat altijd wat lager is. Hoe komt dat? Ja, toch denk ik omdat Europa wat verder weg voelt. Alleen ik denk dat we de laatste jaren toch ook wel gezien hebben dat Europa met de beslissing ook heel erg belangrijk is voor ons Nederland. En ik hoop vandaag dat we een hogere opkomst gaan hebben. Maar dat zullen we vanavond zien. Kijk, ja. En ik zag net dat u ook een presentje mee had genomen voor de vrijwilligers die hier zitten. Ja, dat klopt. Dat vinden we gewoon belangrijk. Hartstikke fijn dat die mensen ons willen ondersteunen bij het feest van de democratie. Hè? 1 keer in de zoveel tijd als er weer verkiezingen zijn. Dus wij vinden wel dat het een presentje verdient. Fijn dat u weer mee wil helpen. Ja. Dat is een klein presentje. Dankjewel. Ja, nou, maar dat is ook hartstikke fijn. Dat vind ik ook. Goedemorgen. Dag. Hoe is het? Alles goed. Ja, zeker. Alles goed. Kijk, we hebben nog een mooie versnapering. Ja. Dat we daar alle stembureaus niemand hebben, maar dat zal een ratio zijn. Dat u er weer wilt zijn. Oh, kijk eens, alsjeblieft, geniet ervan. Ja, dat is goed. Dat is goed. Nee, want het is de derde stap. Ja, kom ik op je die mensen willen wel iets zeggen. Ik bedoel, in andere landen staan we ook nog een dag, hè? Ja, precies. Dus,